Hogere bouwkosten, minder nieuwbouw, stijgende hypotheekrentes en tienduizenden Oekraïense vluchtelingen die het dak boven hun hoofd nodig hebben. In hoeverre wordt onze woningmarkt geraakt door de gevolgen van de oorlog? Ja, daar gaan we zeker last van hebben. Die bekende distributieketens die staan onder druk. En het is afhankelijk hoe lang de oorlog gaat duren. Maar er zijn nu al problemen. Hè? Dus ontwikkelaars en bouwers die kunnen eigenlijk geen contracten meer voor de lange termijn opstellen. Er kunnen dus ook wel tienduizenden mensen deze kant op gaan komen. Ja, dat ga je niet in je bestaande voorraad oplossen. Ja, dan zul je dus moeten denken aan alternatieven zoals vakantieparken en tweede woningen gaan inzetten. Kan ook op de lange termijn ook de productie wel onder druk komen. Ja, op de lange termijn kan de productie onder druk komen, zegt Peter Boelhouder hier. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, ik denk wat hij heel erg bedoelt is dat eigenlijk bijvoorbeeld Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk niet enorm belangrijke handelspartners voor Nederland. Als je kijkt naar wat de handel met hen in waarde vertegenwoordigt, maar een paar procent. Maar het zijn wel hele belangrijke leveranciers voor bijvoorbeeld een aantal hele belangrijke dingen. Zoals natuurlijk olie en gas, waar we het veel over hebben de laatste weken. Maar ook bepaalde metalen, nou natuurlijk graan, zonnebloemolie. Hout. Heel veel dingen ook, dus die ook eigenlijk heel veel waar je in de bouw mee te maken hebt. Dus je ziet eigenlijk, dit zorgt ervoor dat die aanleveringsketens, die waren toch al aan de last van corona. Bijvoorbeeld de metaal- en de houtprijzen waren enorm opgelopen nog voor de oorlog in Oekraïne. Zijn verder opgelopen, verder lastiger om daar aan te komen. Ja, dat zorgt dus aan de ene kant voor dat je natuurlijk dat het steeds moeilijker, maar vooral ook duurder wordt om te bouwen. Want je hebt tekorten en je hebt hele hoge prijzen. Ja, dus eerder in deze uitzending zei je al van ik verwacht niet dat die Oekraïense vluchtelingen ervoor zorgen dat de druk op de woningmarkt nog groter wordt. Maar het zorgt er misschien wel voor dat het aantal huizen wat gebouwd wordt, dat stagneert. Terwijl er al veel gebouwd moet worden. Precies, ja, want ik denk eigenlijk, ik zei het al, dat waarschijnlijk gaan die Oekraïense vluchtelingen op korte termijn niet de reguliere huizenkopers, de starters en doorstromers tegenkomen. Hè? Want die zoeken echt naar bijvoorbeeld gezinswoningen. Wat vluchtelingen in eerste instantie natuurlijk hebben. We hopen natuurlijk voor hen allemaal dat die oorlog snel voorbij is en dat ze dan ook weer terug kunnen naar hun eigen steden. Maar zij worden natuurlijk in eerste instantie opgevangen, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen, leegstaande kantoren, bij mensen thuis. En dus zij komen starters en doorstromers niet zo gauw tegen. Maar je ziet eigenlijk in deze crisis dat er tegengestelde effecten zijn op de huismarkt. Je ziet aan de ene kant bijvoorbeeld door die hoge inflatie, oplopende rente, kun je als huishouden minder lenen. Dus ook minder betalen voor een huis. Nou, dat zou die huismarkt wat kunnen afremmen. Je ziet ook natuurlijk die klap die de economie te verduren krijgt door deze oorlog. Kunnen mensen misschien ook wat terughoudender worden? Nou, dat pleit er ook voor dat die huizenmarkt misschien wat afkoelt. Maar aan de andere kant, die stroom van mensen die hier naartoe komt, die zorgt wel voor wat meer druk op de woningmarkt. Dat er misschien moeilijker kan worden gebouwd, zorgt ook weer voor meer druk op de woningmarkt. Dus het is eigenlijk, het is een beetje. Maar het kan dus alle kanten op, Miek. Het kan eigenlijk een beetje alle kanten op. En het is echt nog, eigenlijk, het stof is nog niet neergedwaald. Dus het is nog heel moeilijk te zien welke kant het uiteindelijk op gaat. Wat we wel weten, is dat we nu verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar minder hard groeit, maar nog steeds wel aardig blijft groeien. En dat de werkloosheid laag blijft. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen een belangrijke impuls om hen over de streep te trekken om een grote aankoop te durven doen. Zoals bijvoorbeeld een huis. Nou en we weten ook dat de woningtekorten alsnog enorm zijn. Die zijn ook niet snel opgelost. Exact, ja, klopt. Dus we verwachten helaas nog wel voor al die starters die nog graag een huis willen, dat de huizenprijzen dit jaar blijven stijgen. We hebben vorige week onze nieuwe verwachtingen gepubliceerd. Mm-hmm. Ja, we gaan ervan uit dat huizen dit jaar gemiddeld zo'n 17% duurder zullen zijn dan vorig jaar. En dat betekent dus opnieuw dat er echt 10.000 euro's bij een gemiddeld huis opkomt. En je ziet eigenlijk al, ik had gisteren even in de cijfers gekeken. Hè, wat kun je nou lenen als je gewoon een starter bent? Je hebt bijvoorbeeld, jij en je partner verdienen twee keer modaal. Dat is een hoog inkomen dus. Dat is rond de 77.000 euro. Ja, precies. Precies 77.000 euro. Dus dan kun je, heel goed, dus dan kun je ongeveer 415.000 euro lenen. Dat is natuurlijk een enorme smak geld. En dan heb je ook echt een hoog inkomen. Maar huizen zijn op dit moment zo'n 430.000 euro. Dus zelfs met een dubbel modaal inkomen kom je eigenlijk niet meer aan de bak op de huizenmarkt. Hugo de Jonge, nieuwe minister van Volkshuisvesting, heeft een plan gepresenteerd om de woningmarkt uit het slop te trekken. Om dus daar een swinger aan te geven. Wat denk je als je die plannen leest? Gaat dat de boel oplossen? Ja, het zijn ambitieuze plannen. En ik denk dat het hartstikke fijn is dat het kabinet echt zich inzet voor het oplossen van dit probleem. Want je ziet ook dat heel veel Nederlanders, steeds meer Nederlanders raakt. Ik vind dat ook heel belangrijk. Het lastige is wel dat het kabinet zet voornamelijk in op bouwen, bouwen, bouwen. Maar we hadden het er net over dat misschien wel heel lastig gaat worden vanwege die hoge materiaalkosten en ook een personeelstekort in de bouwsector.